We zijn nu ruim 3 maanden onderweg in een functie die ongelooflijk veelzijdig is. Waarbij ik nog elke dag soms met grote ogen kijk en luister naar wat er in onze gemeente allemaal gebeurt. Alles wat wij doen gaat over onze inwoners, over onze winkels, het zwembad waar ik kom, de wegen waar ik rij. Het is zo herkenbaar. We zijn nu toe pas 3 maanden op stoom, hè, dus de snelheid spelt nog aan als het ware. Maar ja, hij rijdt goed. We hebben ook een leuk team binnen het college. Ik vind de samenwerking met de raad tot nu toe heel prettig. Dus ja, dat gaat goed. Ik vind het erg leuk om te doen. Ik vind het leuk omdat ik de kans krijg om iets te doen voor de gemeenschap en voor de gemeente. Je komt nu in je eigen woonomgeving bij heel veel verschillende verhalen, bij heel veel verschillende mensen. Ja, dat is gewoon goud waard. En dat is denk ik ook wel iets wat mij de ogen heeft geopend over hoe mooi het is om weer in je eigen woonomgeving ook aan de slag te gaan. Om te zorgen dat je alles... Het nieuwe team van wethouders van de gemeente Hollandskroon is 100 dagen onderweg. De meesten zijn voor het eerst op deze voortdenderende trein van overvolle agenda's, vuistdikke dossiers, maar ook vrolijke openingen en evenementen gestapt. Maar één van hen heeft al jaren ervaring. Ik ben Miri van Gent. Dit is mijn derde termijn. Ik ben in 2014 voor het eerst wethouder geworden, in 2018 weer. En dit keer dacht ik echt, nou, ik ga wat anders doen. Maar het is heel lastig om in Nederland wethouders te vinden, dat is één. En ze hebben mij gevraagd om toch te blijven, mijn partij met name. Ja, en ik vind het zo'n leuk vak. Dus ik heb toch maar besloten om door te gaan. Nou, Miri, welkom. Wij hebben de eer om jou hier te mogen ontvangen bij onze HIT. In de week van de ontmoeting, zoals het zo mooi heet in Hollandskroon. Wat voor mij leuk is, dat is echt de lokale politiek. Landelijk heb ik niks mee. En ik heb best wel veel contact met inwoners. En iedere dag is anders. Eigenlijk ieder uur is anders. Dus dat maakt het voor mij zo heel erg boeiend. En geeft me ook heel veel arbeidsvreugde. Wat is nou het leukste van deze groep dan? Ik vind het gewoon hartstikke leuk met deze. Gewoon lekker even een stuk lopen. Hiervoor was ik directeur operations in het bedrijfsleven. Iets heel anders. Echt iets heel anders. Natuurlijk hele korte lijnen. Ik was directeur, dus wat ik vandaag besloot werd morgen uitgevoerd. Ja, dat werkt in de politiek niet zo. Dus daar moest ik echt heel erg aan wennen. Maar ik vind het ook wel leuk om... En daarvoor was ik ben van oorsprong verpleegkundige. Ik ben ook nog gecertificeerd hypnotherapeut. Ik heb sociale psychologie gestudeerd. En ik doe nu iets heel anders. En het is wel leuk om aan het einde van je werkzaam leven iets heel anders te doen. En dat vind ik, en daar krijg ik ook energie van. Goedemiddag allemaal. En van harte welkom bij de officiële opening van het opgetapte baasbevelletje. Ik raakte door reorganisatie mijn baan kwijt. En op een gegeven moment zit ik toen nog polderbode te lezen. En er stond een hele kleine advertentie van senior Hollandskroon. Vraagt de secretaris voor zijn bestuur. Toen dacht ik, nou, met mijn ervaring, misschien hebben ze wat aan me. Maar ik vind het ook wel leuk om iets in mijn gemeente te doen. Dan leer ik ook mijn eigen gemeente eens kennen. Want ik woon schuin tegenover het gemeentehuis. En ik ken de echte burgemeester niet. Nou, toen kwamen de verkiezingen en toen kwam ik op de tweede plek. Maar wij werden de grootste partij. En toen kwam mijn partij naar mij toe en zei, ja, willen jou als wethouder? Ik zei, nee, ho, 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 ik ben nog niet eens raadslid. Ik ben net beëdigd, 2 weken. Ik ga echt geen... Dat ga ik echt niet doen. En toen heb ik een gesprek met de burgemeester gehad. En die zei, ja, heel graag. Weet je kijkt dan vanuit het bedrijfsleven anders tegen dingen aan. En dat vind ik wel heel erg fijn. En toen dacht ik, nou ja, mijn partij wilde dat ik de 3 decentralisatietaken in mijn portefeuille zou hebben. Dat is voor heel Nederland nieuw, dus dat doe ik wel even. Nou, dat ik doe het wel even, daar ben ik wel achter gekomen. Dat duurt gewoon ruim een jaar voordat je alle dossiers kent en gewoon je kennis op peil hebt gebracht. En jullie hebben elkaar gevonden en echt iets heel moois neergezet en een breed gedragen initiatief. Dan zie je ook waar een dorp heel sterk in kan zijn. Voor mij zijn onderwijs, zorg en sport onlosmakelijk met elkaar verbonden. Die 3 dingen zitten alle 3 in mijn portefeuille. En we zijn met heel veel pilots nu bezig om dat nog veel meer te verbinden. Want hoe gezonder het kind, hoe minder kosten je uiteindelijk krijgt.
En niet om de kosten, maar je wil ieder kind en ieder mens gelukkig hebben. En gewoon in een gezonde omgeving laten wonen. Dus dat is mijn ambitie voor de komende jaren.